Nou, we hebben donderdag 9 februari hebben we de vader bij ons in het theater. En dat vind ik een stuk waar echt iedereen naartoe moet. Het is sowieso, zijn het echt hele goede acteurs. Vooral Hans Croisin speelt een rol die, ja, die is gewoon prijzenwaardig. Maar los daarvan, ook als je niets weet, en dat is eigenlijk het beste als je echt helemaal niets weet van die voorstelling. Want dan begint het als een thriller. Er gebeuren allemaal gekke dingen, dus je denkt, welke kant gaat dit op? Vrij snel kom je er dan achter dat er geen thriller is. Maar dan, ja, er gebeuren toch vreemde dingen. Dus je wordt constant op het verkeerde been gezet. En ja, en dan ontwikkelt zich een verhaal waarvan ik eigenlijk niks meer moet vertellen, want dat moet je gewoon zien. En ik weet zeker, iedereen die het ziet, vindt het een prachtig stuk, heeft er geen spijt van. En ja, omdat het over dementie gaat, het onderwerp is natuurlijk wel zwaar. Dus er wordt ook heel veel nagepraat over dit onderwerp. Het is een beetje uit de, ja, moet dat zeggen, er mag weer over gesproken worden. In het begin was het echt dementie, vroeger zei je van, nou die begint een beetje kinds te worden. Maar tegenwoordig is het een onderwerp wat, ja, iedereen heeft er wel mee te maken gehad in zijn familie of in zijn directe omgeving. Dus ja, iedereen moet er echt naar. Is het alleen heel zwaar of zit er ook wel... Nou, dat is goed. Het onderwerp is natuurlijk in principe wel zwaar, maar er zit ook echt humor in. En ook eigenlijk best nog wel veel. Dus ja, gewoon komen. Ik kom.